Okay. Hij gaat proberen om een... Proberen. Ik heb een nieuwe woordenschatting. Ik weet niet of dit een mop is of dat dit echt gebeurd is. Want mijn kapper vertelde dit laatst. Hij zei... Sophie, ik weet niet wat er is gebeurd, maar er kwam hier zo'n man binnen hier. Hij is helemaal donker. Hij is helemaal donker, maar hij heeft één wit vlek. Ik denk, hè? Hij heeft toch geen witte moedervlek? Wat is dat? Dus hij vraagt aan die man van... Wat is dat? Dat is wel apart, weet je. Ik heb hem nooit gezien. Je hebt één witte moedervlek. Hij zegt, nee. Hij zegt, ik ben blank, maar ik heb één hele grote moedervlek. Zij begrijpt het ook niet! Ik ben blakker nu. Ik heb een kleine moedervlek, maar moeder wordt helemaal wit. Dan ben ik wit. Toch? So back to what I was saying. Jawel. Daar jongens, we gaan daar, gaan we naar Hosani. Ja, we gaan een spel opbouwen met de inrit bellen te ballen en een dag maken. Bilal en Khadija is hem, Num en Yusuf van Bilal Khadija. Ja. Oh, je hebt een nieuw YouTube kanaal. Jawel. Mensen, daar zijn we weer. Ja, dat doe jij altijd, hè? Die doe ik jou een keer na. Jawel, mensen, daar zijn we weer. Luister, vandaag hebben we iets lijfs. Vorige keer heb ik jullie beloofd, zou iets lijfs komen vandaag. Want vandaag, mensen, zijn wij uitgenodigd door niemand minder dan... Wie heeft ons uitgenodigd vandaag, Bilal? Waar gaan we naartoe? Hosani. Wat? Hosani. Naar Soufiane Touzani, mensen. Ja, natuurlijk. Wij gaan naar zijn Touzani school. Hij had een aantal kinderen daar. Die schijnen lijpe trucjes te kennen en zo. Dus we gaan even checken. Ik ben wel benieuwd. Ze zeggen dit en dat. Ze kunnen trucjes, schaartjes, pannetjes uitdelen. Vandaag gaan wij checken. Ik ben benieuwd of daar een of andere gozer Bilal een panna kan geven. Mij lukt het sowieso niet. Maar Bilal, ik weet niet. In ieder geval, ga met ons mee. Check het uit. En alleen maar liefde. We houden van jullie. Want wij zijn echte. Echte mannen. En wij zeggen alleen maar... Liefde. En zeggen altijd... Zeventijd. Altijd positiviteit, mensen. Ga met ons mee. Check het uit. Volg ons. Abonneer, deel, like. Weet ik wat allemaal. En volg ons ook op Snapchat. Zie je beneden. Alleen maar liefde. Aardig. Het was spannend tijd hier al, man. Ja, dankjewel. Waar is Tuzani? Sina? Hé? Hey. Sina? Kijk, mooie shirtjes, hè? Moet je kijken. Zullen we daar kijken? Kom, gaan we daar kijken. Hey! Grote vriend, krijg knuffel. Ja. Kijk eens. Alles goed? Ja. Wat heb je een mooi shirt aan? Hé? Ja. Kijk, hè? Wat staat hier? Touzani TV. Ja. Hey, ik wil je even voorstellen aan iemand. Weet je wie dit is? Nee. Huh? Kent die? Dit is Bilal, man. Ja. Hey. En wie ben jij? Adil. Ja. En wij komen vandaag een beetje vloggen hier zo. Vind je dat goed, Adil? Ja. Krijg ik een box van jou? Ja. Oké. Nou. Kom, Bilal. Nou, Mira. Ja.
Ja, dit is adventure. Nee, goed ballen. Kom, ja, nee, hè? Ik leg eens iemand bij. Nu mag wel camera maken. Hey, ja, even, ik moet even een knuffeltje drukken. Hallo. Alles goed? Hallo. Hallo, Bilal. Hi. Hallo, wat leuk dat je er bent. Ja. Ja, nee. Nu, Bilal weet wel, hè? Heb ik je verteld, toch? Nee, niet wel fijn, hoor. Ja, nee, dit is een andere Bilal. Nummer 8. Hij is bij Ajax. Ja, Feyenoord. Nee, ik speel niet bij Feyenoord. Waar? Dit is waarschijnlijk andere Bilal. Ja, wat zit je ook doen? En dit is andere Bilal weer, dit is mijn broertje. Dit is Bilal, dit is Brahim. Hoi. Hoi. Wat zeg? Goed. Je mee doen? Ja, zeg. Hey, kijk eens. Vriend. Hey, alleen maar liefde. Alleen maar liefde. Jullie zijn echte mannen. Wij zijn echte mannen. Ja. Ja, alles goed, broer. Ja, alles goed? Ja, goed. Als ik jullie zie, dan. Dat is een goede zaak. Dan voelt het goed. Ja. Ja. En je ziet Bilal, die komt hier en die ziet ineens allemaal kinderen. Die denkt, wat gebeurt hier? Een mooi outfitje aan. Ja. 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 Swag, hoor. Hé? Hey, maar. Je doet het goed, je doet het echt goed. Ja. Oh, dat filmpjes gekeken. Oh ja. Het is allemaal gelijk zo. Ja. 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 Jij doet altijd zo, hè? Ja. Ja, toch? Ja. Maar ik zie Adil is hier, Salah is hier. Ja. Hè? Maar Adil doet... Hij maakt gelijk Marokkaanse feestjes van. Hij heet gewoon Salih, hè? Salih. Salih. Of Sali? Ja, Salih, hè. Beetje de Turkse. Hè? Laat maar zoen erop. Ah, hij is Turks dus? Ja. Salih, oké. Okay. Kella? Hij heeft ook nieuwe kapsel. Naast hem alweer? Deze heeft hij... Dat is, ik heb van 1990. Wat? 1990. Okay. ik had vorige keer een grap, toen zei hij van Sa. 1980 heeft mij gebeld, ze willen mijn grap terug. Een beetje oud. Sorry? Een beetje met tijd meegaan. Ja, sorry. De grap moet gewoon loslaten. Hij is aan. Oké, doei. Ja, Bilal. We zijn er wel, hè? Maar Sofian, zometeen. Ik hoorde net allemaal voetballers dat ze hem een pannen gaan geven en zo. En speciaal één iemand die is net op de fiets hier naartoe gekomen, kwam buiten al tegen. En die zei dat hij Bilal een pannen kan geven. Ja, geloof ik niet. Ja? Ja, man. Nee, niemand gaat jou een pannen. Jij gaat hem een pannen geven. Ja. Ja, toch? We hebben al een keer samen gevoetbald, hè? Tot je gescoord en zo. Ja. Hij weet het al. Dus zometeen denk ik dat het handig is dat we één iemand uitzoeken. Ja. En dat we een bepaalde tijd gaan geven. Iets van één minuut. Ja. Kijken hoe vaak het lukt om Bilal een panna te geven. Dat gaat niet lukken. Weet je dat zeker? Ja, dat is zeker. Sofie wel goed. Hè? Sofie wel goed. Ja, maar ik geloof niet dat Sofie hem een panna kan geven. Dat gaat... Nou, Sofie wel goed. Luister, dat gaat het niet worden. Dat gaat het gewoon niet worden. Nou, jij dan. Is dat voor iedereen dan? Dat moet je gewoon naar jij hebt misschien een klein beetje Iron drinken? Kom, Lan. Hey, rustig aan, jawas. Je ziet dat we hier ons aardig redden. Zo meteen gaan we even kijken. 1 minuut lang gaan we één iemand uitzoeken. Kijken hoe vaak Bilal een panna kan geven. En voor de rest gaan we even kijken hoe de kinderen het hier doen. En dan komen we er helemaal uit. Want wij zijn echte. Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar... Liefde. En wij zeggen altijd... Dat is heel erg tijd. Altijd positiviteit. Dankjewel. Hey, geef me een handje. Hey, sorry. Alles goed? Ja. Hoe heet jij? Ryan. Ryan? Mijn zoon heet ook Ryan. Ja, twee is... naam. Ja. En dit is? Milan. Hey, geen foto maken tussen jullie. Ja? Gaan we een foto maken. Hey, hij heet ook Ryan, hè? Ja, doe maar liefde teken, Bilal. Doe maar liefde teken. Goed zo. Maar wat vind je van de Tuzani school? Leuk. Ja? We zijn ook eigenlijk, dit is onze tweede week, we zijn ook nieuw. Oh, ze zijn nieuw? Ja. Oké, dus als ik over een paar weken weer kom, dan geven jullie mij een panna. Ja. Luister vriend, zij geven helemaal niemand een panna. Dat vertel ik jullie aan mij absoluut niet. Hè? Oh niet. Jongens, dank jullie wel. En hey, we hebben hier een jonge man. Die is hier voor het eerste keer. Of niet? En dan meteen gelijk op de camera en zo. Hè? Maar vertel, hoe vond je het? Leuk. Ja? Wat vond je zo leuk aan? Een wedstrijdje te spelen. Ja, hè? Maar even kijken hoor, mensen. Kijken. Ja.
Jij bent goed bezig. Ik wil niks zeggen, maar ik heb hem nog geen pannen gegeven. Dat zegt nee? Kan nog. Hey, dat is wel uniek hoor. Hey, dat is wel uniek hè? Ja. Ja. En wat hoop jij over een jaar te kunnen? Net zo goed als Sofie te spelen. Geen grap hoor. Hoor je dat, Bilal? Wat? Hij zegt ik wil over een jaar ongeveer even goed zijn als Soufiane. Ja, dat kunnen alleen maar echte. Echte mannen. Echte mannen, ja. Hij zit gewoon te gapen hier. We zitten midden in een interview en hij zit gewoon te gapen hier. Hé, hey, maar ik wens jou heel veel succes, hè? Goed? Dus ga je wat drinken halen en als iemand hier... Wat ben je aan het doen, Dylan? Hé? Hé? Hey. Waar is die camera dan? Hoe heet dit? Je denkt dat het een kam is? Microfoon. Ben je gek, gek. Hey, dit is een statief, heet dit. Statief. Zeg je statief? Datief. Nee, geen datief. Statief. Je zegt, leggen ze een camera op. En dan kunnen ze echt het beeld zeg maar, heel erg recht houden, dat het niet te veel beweegt. Maar je kan het ook, kijk, broer, je kan ook zo. Kun je eens wat afmaken? Bilal interesseert helemaal niks, maar ze gaat gewoon door. Gewoon zo. Welkom allemaal. Welkom hey. Bij Toezaak. Hier heb je wat drinken als je wil. Je ook een boterham? Wil je een boterham eten? Nee, ga ik niet. Nee. Ja, mensen. Ja, we zijn wel klaar. Ja, daar neem je. Ja, mensen. Ja. Ja, mensen. Waar is papi nou echt? Mooi. Dat is allemaal Hosasani. En zeg maar. Echte mannen. Hier met alleen maar liefde. All time, seven time. Of niet? Hallo, ik zie. Aardbeurtje. Paparazzi aan de... Paparazzi. Kijk, een snor. Bruin snor. Hij niet over een snor beginnen, hè? Oh. Hier, begin over zijn neus. Is die groot? Okay, we gaan even kijken, hè. Let op, mensen, kijk. Hier, jullie zien het, hè? Kijk. Hij maakt het nog helemaal zo. Ja, Milo. Huh? Gaan kijken hoe breed hij is? Kijk. Kom maar, ga. Kijk, hier, jullie zien het, hè? Hier. Kijk, jullie. Kijk hoe groot die neus is. Oh, ze gaan voetballen. Ja, Milo. Ei. Ja. Okay. Ja. Kom maar. Oh, dribbel hoor. Kijk hem. Oh. Kijk, Milo, man. Hé, hey, maar Brahim. Ja. Ze zijn er weer, hè? Wie zijn er weer? De rode schoentjes. Hallo! Hallo! Hey! Ja, goed, nee! Oh! Ja, wat zijn echte? Echte mannen. Daar gaat hij. Goed zo, hè? Linkspootje hoor. Goed zo. Hey. Oh, ja. Hey, ik hoor bij jou, vriend. Wat doe je? Hallo, ik hoor bij jou. Hey. Wissel. Goed zo. Hey. Het is een publiekswissel. Willem, jij was de beste van het veld. Nou, ik vond mezelf wel een stuk beter. Iets minder. Nee, ik was... Bilal, okay. Dit is een Balotelli. Ik zie. Kom. Die combinatie kan al sowieso niet. Met groen en rood. Wacht. Zo'n beetje Marokko, zeg maar. Groen. Ja. Ja. Zo. Zo, hé. Nou, wij gaan de andere kant op, Soe. Doei. Dankjewel. Hoi. Hoe vinden jullie het? Ik moet je zeggen, ik vind het echt geweldig. Ik
vind het, ja, als je kijkt naar hoe fanatiek de kinderen zijn en de ouders erbij betrokken zijn en hoe Sofia hier tussendoor loopt. Adil natuurlijk hier ook. Ja, vind ik echt super, man. Ja, hij is een onwijs mijn zoon. En heb je al talent gezien? Ja, ik nou ja, ik heb wel wat rondje op, ja. Papa gaat er is een jongen die is wat ouder. Die is volgens mij nu naar een andere zaal gegaan. Ik ben zijn naam even kwijt. Maar die, ik zag AK 4000 en weet ik veel wat allemaal, schaartjes en zo. Die heeft wel aardig wat panna's uitgedeeld. En heb jij al een panna gekregen? Nou, Soufiane heeft het geprobeerd. Maar het is hem gewoon niet gelukt. Het is hem niet gelukt. Moet je je benen dicht? Nee, ik ging gewoon bewegen. Ik probeerde die bal te pakken. Maar op een gegeven moment, een paar minuten, dacht Soufiane, nou, dit gaat hem niet worden. Hoe vind jij het? Ja, maar... Ja, het is echt leuk. Het is heel wijs met wijs top. Wijs top? Echt top. Echt top? Iedereen is hard. Iedereen hard werken? Hard werken, iedereen. Heel top. En heb jij al met Touzani gevoetbald? Touzani hoopballen echt. Zometeen ga je met Soufiane voetballen. Met Soufiane hoopballen. Ja. Dan is het heel veilig. Denk je dat hij jou panna gaat geven of ga jij hem panna geven? Panna geven. En jullie hebben ook zo'n mooi motto. Weet jij dat motto uit je hoofd? Ja. Echt allemaal mannen. En wij zeggen, ja. Alleen maar? Je mag de liefde. Alleen maar liefde. En wij zeggen altijd. Altijd. Positiviteit. Tijd. Ja. Ja. Ja, mensen. Ja, mensen. We zijn hier met niemand minder dan. Sali. Met Sali. En Sali, waar zijn wij? Wij zijn op de Touzani school. En ik zie een microfoon en zo. Ja, dat gebruiken wij om te interviewen. Om te interviewen? En, maar waar is die cameraman dan? Die is daar. Dag meneer de cameraman. Ja, nu ben jij een keer in beeld, hè? Hè? Ja, maar Sali. Ja. Ik zit met iets. Nou, ik moet je vertellen. Bilal, luister je mee of niet? Jij moet wel scherp blijven, vriend. Ik zit echt. Hoe kunnen wij samen nu voor extra abonnees zorgen? Ja, dat is een goede vraag, hè? Ja, dan moet je scherp zijn, hè? Ja, ik weet niet. Ik heb een beetje na zitten denken. Maar hoe kunnen wij nou voor extra abonnees zorgen? Dus dat jullie er beter van worden en wij ook. Dat jullie ook. Ik zit net in mijn interview, man. Doe nou eens rustig, man. Dat jullie iets wat tegelijk doen of zo? Dat we iets tegelijk doen? Ja, zeg maar dat. Dan zien die volgers, ja. Zien zeg maar dan onze kant, ja. En dan zien onze kant, jullie kant, en dan gaan ze naar elkaar toe. Zeg maar. En hoe kunnen we voor die traffic zorgen dat jullie mensen naar ons toe gaan, naar Bilal Nick, en onze mensen naar jullie toe gaan? Moeten we dan niet iets met die kanaal doen of zoiets zeggen? Een of... gek shout-out. Een shout-out? Ja. Ja? Dus gaan we een shout-out naar elkaar doen? Oké. Doe een shout-out naar Brian Vlogs. Gaan we maar even kijken. En abonneer en like. Bilal, let je even op? Let je even op of niet? Ja, we gaan even... Oké, mensen. Ik ga jullie wat vragen. Ik wil een shout-out doen naar... Touzani School TV. Touzani School TV. En waarom moeten ze naar Touzani School TV kijken? Voor gekke video's. Voor gekke video's. Ja. Want dan zien we alleen maar kinderen met lijpe dingen. Of niet? Ja. Dus AUB, ga naar hun kanaal toe. Abonneer en deel, like. Het is gewoon een gruwelijk kanaal met alleen maar positiviteit. Dus absoluut doen. Gewoon doen. Het is op een knopje. En ook zo'n belletje of zo, hè? Bel icon. Dat is voordat je die notificaties krijgt. Als ze geabonneerd zijn. Gruwelijk. We gaan nu iemand uitzoeken die gaat proberen om 1 minuut lang Bilal panna's te gaan geven. 1 minuut lang. Dus Sali. Moet ik kiezen? Ja, tuurlijk. Wie gaan wij kiezen dan? Ik ga het gelijk moeilijk maken. Ik kies Touzani. Broer, kom op Sali. Kom op broer. Makkelijker kiezen. Wat zeg je? Nee vriend, Touzani is niks. Je moet met wat beters aankomen. Is Touzani niks? Nee man. Maar weet je, laten we met Soufiane beginnen. We moeten klein beginnen. Ja toch? Oké man. Ik denk je komt met iets lijps aan, kom jij met Soufiane. Bilal, wat ben je aan doen vriend? We zitten in iets vloggen vriend. jongen, wat een grap maken is dat ook. Ja, gewoon net uitgedaan. Zo! We gaan spelen hoor. Wee joh. Ik interview de lucht.
Ik heb gewoon net uitgedacht op Bilal. Voor 1 minuut lang moet jij proberen hem een panna te geven. Proberen. Die komt bekend voor, die Probeer. Wie is dat eigenlijk dan? Die. Is die hier? Ja, is hier. We gaan hem zo even opzoeken. Probeer. Rarko. Rarko. Kom. Maar waar, wat moet ik nu doen? Waar is hij nou? Nee, helemaal Duits. Hij is daar rechts. Hé, hey, Bieler. Waar is hij dan? Hé. Hey. Hij zegt de hele tijd, ik geef hem panna, panna. Hallo. Ja, grappenmaker. Hoe kom je? Waar is hij dan? Oh, ja, daar is hij. Gaan we 1 minuut lang? Ja, goed. Oké, let op. Je gaat tegen Soevia 1 minuut, hè? Ja. Tijd gaat nu in. Je moet een bal hebben. Oh. Kom op, Bilal. Nee, het loopt. Even serieus, mensen. Kom op, man. Zit je op de Tuzani school, is er geen bal. Waar is de bal? Hoe lang hebben we nog? Hoe lang nog? Hoeveel is tijd? We hebben nog de 30 seconden. Waar is de bal? Regel een bal, Bilal. Kom op, man. Ik kan het over, let op. Huh? Oh. Huh? Ja. Huh? Oké, 3. Oh, hij gaat de timer zetten, dames en heren. Tijd niet voor. Is het een deel van het spel of niet? Nee. Moet de scheidsrechter beslissen. Wie scheidsrechter? Ik ben nog niet. Kom maar, doet je. Oké. Dames en heren, we hebben hier de battle tussen Billy en Sufi. Oftewel Neusie en Snorretje. Oké, daar komt hij. Ben je klaar voor timer? Hallo? Ben je scherp of niet? Precies wanneer je wilt beginnen, krijg je dit soort zaken allemaal. Ja? Hier, door de benen. Hey, dat is slim. Kom. Oké, Soef. Ja, nu moet je niet gewoon, vriend. Ja, Bilal. Ja, kom op, Leiden, hè. En zo naar Leiden. Leiden. En zo naar de Tuzani school. In Leiden. Oh. Ja, oh. Ja, oeh. Kom op. Nee, door de benen. Door de benen. Ja, man. Hij doet seconden. Nog 20 seconden. Gaat Soufiane het lukken? Oh. Oh, oeh. Hey. Gaat Soufiane het lukken? Oh. Ja. Ja, gaat Soufiane het lukken? Hij heeft nog maar 10 seconden. Oh, waar is die bal nou? Hij is aan het zoeken. Gaat hem lukken of niet? Door de benen. Kom op. Oh! Oh! Ja. Ja, wat is dat? Zo. Wat is dat, broer? Wat is dat? Hé, hey, Bilo. Vriend. Weet je wat je hebt gedaan of niet? Wat is Sali. Jij zegt tegen... Kijk, er is wel sportiviteit. Dat is Tuzani school, sportiviteit gewoon. Wat is kan jij de vraag stellen, want ik weet even niet meer. De laatste seconde van de wedstrijd. Ja. Wat is er nou gebeurd? Eerst jullie balljongens. Wat ben je nou voor journalist, joh? Eerst jullie. Wat is er nou gebeurd? Je zit toch te kijken, dan weet je toch wat er gebeurt. Eerst jullie balljongens in, dat mag al niet. En dan nog verlies je nog op. Kun je geen originele vraag bedenken? Nee. Gewoon een gelijkspel. Jij zegt tegen mij, ik haal een lijpe speler. Maar even serieus, dan kom jij hier met Soufia. Ga weg met die camera. Man. Ga weg met die camera. Vriend, dit was niet best. Ga weg met die camera, man. Hey. Jouw heen, mensen. Man. Ja, we gaan iemand opzoeken. Hij staat bekend om iets. Hij zegt altijd, proberen. Zeg eens. Proberen. Zeg eens. Zeg dan. Zeg. Zeg dan. Zeg maar, proberen. Zeg. Zeg, proberen. Zeg, bijna. Ga me even opzoeken, ik ben even benieuwd. Ja. Kom, ga me opzoeken. Hey, Milan. Oh. Rij. Waar is die? Oh. Ja. Ja, mensen. Wie hebben we daar? Dit is mijn... Ja, vriend. Hij is water aan het drinken. Hij zal vast aan het voorbereiden. Ja, vriend. Pak op, broer. Nu sta jij een keer... Hè? Hè? Dit is, broer, weet je helemaal niks. Vriend, nu ben jij de pineut. Wat zeg je? Dit is een vlog, man. Pak aan vloggers. Ja, man. Zeg gewoon hier op de Zani score op. Hé, hey, broer. Wat is er gebeurd, man? Ik heb iedereen eruit gehaald. Hè? Ik heb iedereen eruit gehaald. Ik ben moe. Hij... Nu sta je in één keer erop.
Ja? Papi, ja, maar ik zeg eerlijk, overloop je alles. Poes de barber. Hey broer. Maar dus in een korte tijd. Wacht, Bilo. Kom eens hier naast me zitten. Kom maar hier. Hier. Geef maar een high five. Goed zo. Hey man. In een korte tijd, broer. Ik zit gewoon een paar weken geleden. Ik word door Sofia gebeld. Hij zegt, deze gozer moet je checken. En nu kom ik in Leiden, gewoon in Leiden. En niet eens in Rotterdam. Kom ik. Ik kon iedereen proberen, Ja, weet je hè? Ola, die was per ongeluk. Ola, die was per ongeluk. Heb je helemaal niks, zeg maar. Ik dacht dat het in Engels was. Per rare. Ola, niet zeg iedereen. Maar dat doet wel wat met je, of niet? Ja, strang. Hè? Maar nu op straat word je herkend en zo? Ja, ver door iedereen, man. Dat is echt leuk. Ziek, hè? Ja, in Sparren, in zo'n korte tijd. Dat gewoon, als ze mij zien, dat foto's willen maken. Maar het is niet zo dat je nu hoog in je bol hebt? Nee, natuurlijk, ik ben mijzelf, broer. Het is best, ja? Ja. Altijd als je iets wordt misschien, kijk, ik ben nog niks, maar als je iets wordt, je moet altijd jezelf blijven. Dan ga je het verder spelen. Als je stoer gaat doen naar schoenen lopen, kan het snel voorbij zijn. Ja, moet je zelf blijven en in jezelf geloven. Geloven. Maar als mensen jou willen volgen, man. Ja. Want ik zeg je heel eerlijk, het is niet dat hij naast me zit, maar hij is gewoon gruwelijk. Hij is gewoon gruwelijk. Waar moeten ze kijken, man? Op mijn Facebook moet je gewoon Rarko typen. R-A-R-K-O. Geen C, K. Nee, K. R-A-R-K-O, Lingo. Let's go to the floor. Maar nou wakker, lees ik ook. Wacht, waarom? Ja. Lees ook die dan. Wat jij wil, bro. Je moet eigenlijk naar boven, man. Kijk, schil, man. Serieus? Ja, man. Naar waar kijk jij? Ik kijk naar boven. Ja, zie, ik kijk ook naar boven. Dus, ja, maar dan, als we het allebei doen, dan maakt niet uit. Ik dit ook online. Ja, sterk man. Hoe is je? Brahim. Brahim vlog. Esso naar Brahim's vlog. Voel ik man. En hoop dat iedereen vers komt. En doe natuurlijk je best op school. Toch voor kinderen ook. Ja man. Doe jullie best op school, kinderen. En het belangrijkste is, haal je diploma. Ik hoorde dat je wel aardig een balletje kan trappen. Ja, nee. Dat vind ik niet leuk om te zeggen. Ik daar hou ik niet van, over mezelf op te schrijven. Kijk, weet je wat ik heb geleerd, Rarko? In het leven? Ja. Als jij ergens goed in bent, dan mag je dat best zeggen. Nee, maar als jij zegt, ik ben de beste, dan loop je naar je schoenen. Nu heb jij mij iets geleerd, maar ik hou daar echt niet van om te zeggen, ik ben goede voetballer. Als mensen dat vinden, dat ik goede voetballer ben, dan... Maar als jij zegt, ik ben een leuke voetballer. Ja, ik zeg eerlijk, ik ben, ja... Ik heb je gezien. Je mag me zeggen, ik waarom? Nee, op YouTube, man. Op YouTube, ja. Ik doe mijn best, ik hou daar niet van. Je moet hem vragen, Wie is deze man? Hij is mijn team. Echt? Ja. Ik vraag of ik een goede voetballer ben. Ja, ik ben een goede voetballer. Dat is goede voetballer. Broer, alles goed. Brahim. Ilias, ben je Marokkaans? Ja. Hij is talent van TP. Echt? Ja. Als haar kun je het niet zien, hè? Ja, Marokkaans. Is dit voor jou of heb je een beetje wat lijpe dingen gedaan? Nee, is. Ik heb het wel. Maar ik heb ook een beetje dingen gedaan. Ja, een beetje gedaan. Mensen, kijk, ik ga nu voetbal, let op. We gaan het zien. Een paar raadjes gooien, boys. Niet echt goed. Hè? Niet goed. Ja, hè? We gaan het zien. Oké, mensen. We zitten hier, Rarko. Nou ja, beter gezegd, proberen. Of niet? We gaan kijken, dames en heren. Wow. Broer, wat is gebeurd? Hij hield mij vast. Hij zag geen camera, hij keek alleen naar de voeten, die camera. Ja, broer. Ik kan niks aan doen. Ja, en hij staat op meerdere camera's, dus... Oké. Oké, dames en heren, Rarko. En Mari. Kijk eens, het tempo is ineens hoger. Alsof ze wel 50 euro krijgen zometeen. Oh, hij is aan het zoeken. Ja, mensen, kijk eens. Oh, ja. Nou, mensen, hier zitten we dan. Na een dagje Touzani school. Broer, maar wel echt respect. Het is echt geen grap. Hè? Nee, je valt mee. Het is, voor jullie te kennis geven, het is vandaag zondag. Je staat hier gewoon de hele dag. Je staat hier ook. Ja. Maar niet iedere week. Nee, wel goed. Maar echt respect hoe jij die kinderen meekrijgt. Thanks. En een hoop positieve energie. Hier, ze zijn al lang al klaar en ze zijn toch nog bezig. Dat is toch heerlijk, man. Kijk, Bilal die heeft weer zijn ding gevonden daar.
Maar zo. Yeah, thanks man, dat je bent gekomen. Echt, echt oprecht nee, bedankt. Bro, thanks dat je bent gekomen. Thanks voor de liefde. Thanks voor de shine. En thanks voor je mooie outfit. Thanks voor je mooie rode schoentjes. Hola broer, echt dankjewel. Hey. En inshallah gaat er iets heel moois ontstaan. Inshallah. Ik wens je heel veel succes en in de toekomst gaan we elkaar zeker zien. Zelfde. Ja? Alleen maar liefde. We zijn echte. Jonge mannen. Je begint toch niet op mijn haar weer, hoor. Nee, die zijn... ik weet niet wat... Ja, mag ik iets zeggen? Zeg maar. Ik vind wel dat je een mooie kapsel hebt. Is over grijs bedoel. Wat kun je met grijs bedenken? Grijs ook. Okay. Dus later, tot volgende week. Alleen maar liefde en tot snel.